Het is niemand minder dan Bavo Klaas. Tadaa! Altijd Sergio, is het? Dag, mag ik u een bloem geven? Dank u wel. Sergio, welkom in ons automagazine. Dezelfde versnelling. Wij gaan de smart testen. Amai, wat een grote wagen. Oh. Zeg, wat hier belangrijk is. Perfect afgestemd op de reële behoeften. Verbruik in stadsverkeer 3 liter. Topresultaten in onafhankelijke crashtests. En de basisprijs 325.000 frank. Kopen of niet? Met de win. All in. Kopen of niet? Ik ga eerst eens testen, hè. Ja. Dat is wel redelijk ruim, hè. Sergio, is dat een wagen naar je hart? Wow, ik vind het is heel gemakkelijk. Je kunt gewoon bij mensen binnenrijden met die wagen. Je hebt een goede veringen. Ja. Oh, nee. Zot. Rustig. Het zal duur programma 60 per uur. Voilà, dit is een typische stadswagen en wij willen ook bewijzen dat deze stadswagen ook op het platteland kan functioneren. Wij gaan nu het laadvermogen even testen, het aantal balen. Sergio, wat denk je? Je bent er klaar voor, Luc. Wacht, hij moet toe. Wat? Voilà. Ja. Op het dak ook, Luc. Dan moeten er toch 4 in kunnen. 4 balen hebben we al. Ik denk dat 4 toch het maximum is. Nee, nee. Maar je moet er nog mee kunnen rijden, hè? Ah, je moet er nog mee kunnen rijden. Maar, zet u achter het stuur. Ik ga het proberen. Ja, maar zet jij er achter het stuur, dan zal ik niet proberen. Super, man. Okay. Kom, zet jij weer achter het stuur, Luc. Okay. Waar is de sleutel? Ja. Oké, okay, Luc. Ja. Als je die klep openlot, hè, dan kan je 2 botten bier inzetten. Luc, zal de deur sluiten, hè? Ja, en de sleutel. Je steekt erop, De balen hebben we. Je moet ermee kunnen rijden, hè, Luc? Wacht, hè. En comfortabel, hè? Moet lukken. Ja, kom maar. Ga maar, Luc. Ja, ben weg. Kom maar, Luc. Ja. Is in orde. Achteruit! Ga maar! Jo, achteruit! Nog! Oké, Luc, alles wat je erachter. Afdraaien! Kom op, je stuur draaien! Oké, Luc! Eén poes. Twee poezen. 3 poezen, 4 poezen, 5 poezen, een hondje. Dat komt nu ooit niet goed. Een hond bij katten, dat is een hondje. Niet, dat zijn nog niet de beste vrienden, hè? Is dat niet? Hoeveel poezen heb je nu? 5 poezen en 1 hond. Misschien dat mevrouw er ook even bij komt met 6 poezen. Voilà, het is duidelijk. 5 poezen, 1 hond en een beer zoals Sergio. Allemaal huisdieren in deze kleine smart. De test geluk, die waar zijn ze ook. Oké. Ja. Oké, dat zit goed, hè? Qua weglegging. Shit. Come on, baby! Woehoe! Het smart! Een auto heel apart! Ja, en duidelijk is dat de smart ook in deze omstandigheden in een superieur.
U merkt het, deze smart is zeer baanvast. Ook in deze aardkluiten blijft hij zeer baanvast. In een superieur. Crazy! Er is een puikenwegligging en het is overduidelijk dat de smart niet alleen is afgestemd op het efficiënte stadsverkeer. Voilà, en... Maar is een uitgekinde wagen met... Met een afgestemde motor. Hier dan Luc Allo in zijn gevreesde slalomtechniek. Ongelooflijk, zelden gezien. Deze man, talent van de bovenste plank. Niet te geloven. Voor de mensen die denken dat hij alleen een presentator is, die hebben gelijk, want hier valt hij al stil. Spijtig genoeg. Dit is al het einde, het drama van Allo. Dan toch nog die. Die daar. Zelden gezien. Sergio, tot dusver. De smart, je mag het zeggen. Wel, ik blijf erbij. Ik vind de smart heel apart. Dankjewel, Sergio. Dat is al een goed statement. Wij gaan nu een kleine test doen, een kleine wedstrijd met de tweede smart. We hebben al meteen twee smartjes. Sergio tegen Allo. We gaan eens zien. Oké, okay, even doen maar. Rock en rollen, mannen. Ja. Sergio, u bent een goed kandidaat, maar uw achteruitrijstijl is niet je dat. Nee, dat beken ik ook. Slecht. Ik zie altijd vooruit. Ja? Ja. Ik hou eigenlijk van die feil in het leven, maar dat geeft wat dat er van achter gebeurt, zo, verstaan? Ja. Die fiets! Jongens toch. Voilà, de smart. Ik zou zeggen, hoeveel op 10? 10! 10 op 10! Want zelfs Sergio zou zijn wetmatige wagen verruilen voor deze. Absoluut, deze prachtige smart. Een auto, heel apart. U kent de voor- en de nadelen. Inderdaad, er zijn geen nadelen, enkele voordelen. Jawel, Luc. Ongelooflijk, maar waar. Maar deze voituur is ongelooflijk. Ik zie het, kijk, voilà. Als u hem opgebruikt hebt als wagen, kan u hem nog steeds gebruiken als bloemenbak. Alsjeblieft, zo is ze. Alles is klaar. Deze smart voor jou, voor hem en voor haar. Tot ziens en tot volgende week.